Roadtrippers 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Gum. Who says no to Mentos? Vandaag in de laatste aflevering van Roadtrippers 2016. Het gaat gewoon lukken, je moet positief denken. Het gaat gewoon lukken. Nee. Thank you so much. Het laatste uur van Roadtrippers is ingegaan. We zijn echt wel nu een beetje ongeduldig hoor. Twee teams. In een strijd om kilometers. Yeah! Wie komt er zo ver mogelijk weg van het startpunt? Je ziet het in Roadtrippers. De laatste uren zijn aangebroken voor onze Roadtrippers. En na bijna twee weken geleden vertrokken te zijn vanaf Victoria Peak in Hongkong, zijn beide teams op twee compleet verschillende plaatsen op de wereld terechtgekomen. Team Stuk heeft een lange tocht afgelegd, waarbij ze heel China hebben doorkruist. Vanuit Beijing hun vlieguren benut hebben naar Kazachstan en vanuit daar liften naar Rusland. De Trans-Siberië Express bracht de boys naar Moskou. En vanuit daar wisten Giel, Thomas en Stefan Sint-Petersburg te bereiken. Deze op één na grootste stad van Rusland ligt niet heel ver van de Finse grens vandaan. En de boys willen dan ook graag het vertrouwde Europa proberen te bereiken. Team Girls heeft een hoop geld verdiend in Hongkong. En is daarmee via China, Vietnam en Cambodja afgereisd naar Thailand. In Bangkok hebben de dames vliegtickets naar Dubai gekocht. Ze hebben daardoor nog nauwelijks noodbudget over. Ze zitten nu wel lekker luxe in het warme Dubai en hebben nog steeds 1500 kilometer achterstand op Team Stuk. Ze zullen dus nog flink aan de bak moeten om Team Stuk in te halen. Maar het spel is nog niet gespeeld en de teams ontvangen vandaag nog één allerlaatste opdracht op hun tablets. Gwen, ja, ben je zin om je tas in te pakken? Nee, het is echt total mayhem. Ik heb alles aangehad, al twee keer. Maar het komt goed. Dit is denk ik de ene laatste keer de tas inpakken. Yes. En ik ben zo benieuwd waar deze tas vandaag naartoe gaat. De dames krijgen nog een stevig ontbijtje van hun gastheer en daarna brengt Martin ze naar het centrum van Dubai. Zodat ze daar op zoek kunnen naar mensen die ze verder willen helpen. Team Stuk wordt een beetje brakwakker na een nachtje stappen in Sint-Petersburg. Hun Nederlandse gastheer slaapt nog. Maar hij heeft wel een verrassing voor de jongens geregeld. Goedemorgen. Niet fris en niet fruitig. Goedemorgen. Hij slaapt nog, maar hij heeft een brief geschreven. Dus ik... Jongens, sorry dat ik jullie geen ontbijt op bed heb gegeven. Kijk, dat is toch aardig? En met dit extra zakcentje gaan de boys weer op weg. Ze willen gaan liften naar de Finse hoofdstad. Helsinki! Ja, ik kan het lezen, man. Tja, en met zo'n prachtig bordje kan het natuurlijk niet lang duren voordat de heren een lift naar Europa te pakken hebben. En ze hebben het weer voor elkaar, hoor. Ja? Ja! Thomas, ja! Pak die shit! Hey! De boys kunnen mee tot de Finse grens. Zo'n 150 kilometer verderop. Zitten we dan naar de Finlandse grens? Ja, ja. Met deze man erbij. Met deze grote, geweldige gast. Ja, dit is nou echt een rust, hè? Ja, ja, man. Echt top. Hey, shit. Om even een plaspauze te houden. Plaspauze. En we kunnen weer augmented opdracht binnenkrijgen. Ja, de jongens schatten dat goed in, want er komt snel een opdracht binnen op de tablets. Iedere aflevering krijgen de teams namelijk de kans om extra kilometers, luxe of geld te verdienen. Maar dit keer krijgen de teams een iets andere mededeling. Oké, waar zouden we voor willen spelen? Waar gaan we voor spelen? Ik zeg luxe. Ja, kilometers. Luxe. Ja? Ja, luxe. Ik ben zo nerveus. Godverdomme, laatste opdracht. De allerlaatste jongens, deze moeten we halen, anders word ik lijp. Beste roadtrippers, het spel duurt vanaf nu nog 24 uur. Het spel duurt vanaf nu nog 24 uur. Laatste dag. Vandaag krijgen jullie geen opdracht, maar jullie vlieguren worden gereset. Nee! Jullie vlieguren worden gereset. Wat? Jullie mogen de komende 24 uur nog maximaal 6 uur vliegen, mits je dit kunt betalen of regelen. Alle andere regels blijven gewoon van kracht. Succes! Holy shit! We mogen weer vliegen? Holy shit! We moeten naar Rome. Hoeveel uur is vliegen? Mogelijk. Hoeveel uur is dat vliegen? Maar hoezo mogen we ineens vliegen? Ja, dat is gewoon de laatste trigger, de laatste 24 uur. Geen opdracht. Fuck, ouwe, dan gaat het spannend worden. The only problem is now the money. Begging's illegal. Oké, alright. We have to get a lot of money. In plaats van een nieuwe opdracht krijgen de teams deze laatste 24 uur van het spel kans om nog maximaal 6 uur te vliegen. Een mooie kans om nog een flinke eindsprint te maken. But Martin, is there a place where we can go now, where we can go to people and collect money? Yeah. Wij zijn onderweg naar Helsinki. Misschien kunnen we daar een goedkoop ticket vinden. Dus nou eens naar Nederland.
Ja, weet ik veel. Maar we hebben maar 73 euro. We hebben 73 euro. 24 uur. Nee jongens, dat is te veel. Ja, het zijn keide cijfers. Hi, dit is Shelly Sterk. Kan ik weer de... Dames proberen eerst maar eens wat vliegmaatschappijen te bellen. De boys die besluiten om zo snel mogelijk naar Helsinki te gaan. Dan gaan we weer. Ik denk echt dat we zo snel mogelijk naar een vliegveld toe moeten. Ja. En dan gewoon met een manager gaan praten, uitleggen wat we moeten doen. Ja. En smeken. Ja, dat kan. Dat is een optie. Ja, dat is een optie. Voor de meiden is dit ongeveer de slechtste dag van het jaar om iets te kunnen regelen. Today is a holiday. It's a national holiday because of Indian. Yeah. And nobody is in the offices today. It's difficult to hustle money today. You cannot find anybody today. You cannot talk to anybody. Het is vandaag Eid al-Adha, een nationale feestdag in Dubai. Dus bijna iedereen is vrij en niemand is bereikbaar. De dames besluiten om dan maar naar het vliegveld te gaan om daar toch iets te proberen. Team Stuk komt ondertussen aan bij de Finse grens. We gaan weer lopen de grens over, dames en heren. Oké. Okay. Good. Thank you so much. Thank you. You're our hero. Woehoe! Gaan we dan jongens, Europa! Europa! Hallo. 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 Ben je hier? У нас пешком нельзя. У нас только можно ехать на авто. Да? Пешком нельзя. На велосипеде можно, на мотоцикле можно. Now we are hitchhiking on the road. Нет. Автостопом нельзя. No, we need to go there. Только вот на авто. So we have to find a car. Да. And then we go. Да, туда поедем. Да. А пешком не а. Dus we mogen niet lopen de grens over. Nou, dat schiet niet op zo. De girls haasten zich naar het vliegveld op zoek naar een vlucht die ze extra kilometers gaat opleveren. Nou, daar zijn we. Het gaat gewoon lukken. Je moet positief denken. Het gaat gewoon lukken. Oké, we gaan dit doen. Shelly probeert het eerst maar eens aan de balie. Nou, geen goed nieuws. Ze zegt eigenlijk, ik kan hier niks voor je doen. Je moet bij het hoofdkantoor zijn. Hoofdkantoor is dicht, want het is die fucking feestdag. Ik heb gevraagd, kan je even een nummer geven? Kan je iets doen om te helpen? Ze zei, nee, ik kan helemaal niks. Probeer het om de hoek bij een andere baan. Laten we dat doen. Ik zou zeggen, zoek even de manager dan. This way? Okay, thank you. De komst van onze dames is niet onopgemerkt gebleven op dit vliegveld. En hun camera's ook niet. Hi. Hallo. Hi. I'm the duty officer in charge. Do you guys need some help? Yes, please. We need help. Oh, we really need help. We just want to do our story and then you can, at the end, like, look at them. Just to let you know, if you guys, if you guys have phones, because there's cameras, you'll have to delete it. It's punishable by UAE law and you can go to court. In what way do you need our help? That's what I'm not getting. There's a flight tonight from Dubai to Rome. Yeah. If we can get on the flight, you mean free tickets? Yeah. No way. I'm not sure who's told you that, but we don't do that. Bij de vliegmaatschappijen gaat het dus niet lukken. En het lijkt erop dat de dames iets anders moeten proberen. Lopend mag je de grens met Finland niet over. De boys moeten dus een auto regelen. En Thomas besluit het heft in eigen hand te nemen. Ik stel parnje, wat... Ken ik een machine? Oh, dit is een finisher. Cannot walk across the border. Can I know. You? Yeah. Can we please go with you? We have our passports, but they say you don't can walk through the border. You have to sit in the car. Can we have a little? I have. There's no rule, but you are a hero. Oh, you are a hero. Fucking hero. Thank you so much, man. Team Stuk kan nu dus eindelijk weer het vertrouwde Europa in. En hun chauffeur Jari wil ze ook nog wel even bij een dorpje langs de grote weg afdroppen. You are the hero. Thanks. Yes. Thank you very much for everything. Jari, thank you so much. Thanks. You're the best. Jari thank you. Is the hero. Yeah. Oké. Eerste indruk, Finland. Echt top. Voelt als thuiskomen. Misschien kunnen we daar gaan staan. We kunnen nog staan in de bussen, man. Ja, waar naartoe? Die ben ik wel, er komt ook een bus hier. Vraag waar die bus naartoe gaat. Helsinki. Really? Is dit expensive? 40 euro? Ja, dat is veel gek. Holy shit. 40 euro? Euro? Ja Thomas, 40 euro. Moeten we toch gewoon gaan liften, jongens? Ja gasten, dat zijn gelijk weer Europese prijzen. Thomas is het er niet mee eens. Zodra de bus aankomt, gaat hij een praatje met de chauffeur maken. Hallo. Hier van de Dutch Television. En we are traveling 2 weeks so far as possible. With almost no money. Comparing to another team. Okay, but I'm sorry, I can't take you. Because I've got a bus full of passengers. Nou, was te proberen toch? Ja.
Ik zei, no, sorry, I can't help you guys. Hé! Hey! Nee! Nee, ze betaalt voor ons! Ze betaalt voor ons! Nee, normaal. Rennen voor je leven! Rennen voor je leven! Rennen voor je leven! Ja, ze wil gewoon. Een van de passagiers waarmee de boys net een tijdje op de halte hebben gestaan, heeft het beter met de jongens voor. You wanna help us? Ja, ja. To Helsinki? Helsinki, ja. Yeah, really? Ja. We gaan gewoon naar Helsinki met de bus. You're really good. Thank you for such. You're really. Thank you. Ik kan niet zo goed Engels, maar het is echt een fantastische vrouw. En nu ze dan toch in de bus naar Helsinki zitten, besluit Thomas maar gelijk een beroep te doen op alle passagiers. Hallo people from Finland. We are from the Netherlands. Thank you. Oh my God. Thank you so much. Yeah, oh, mensen in Finland zijn zo aardig. Giel zit ook niet stil. Hij heeft de man van hun weldoener Rita aan de lijn. Deze vrouw is bezig dat we vanavond hier gewoon kunnen slapen. Bij haar thuis. Zij heeft dus al bustickets betaald, maar nu mogen we gewoon lekker slapen. En ik ben eigenlijk stiekem best wel benieuwd wat Thomas heeft opgehaald. Kom even mee. Oké, kom eens. Dit is 45 euro. Dit is al 45 euro. Nou, hebben hier gewoon nog 10 euro, dus gewoon 55 euro daar. Nee, niet. Hebben we 55 euro. Gewoon even hier opgehaald in de bus. Dit is insane. Van alle kanten krijgen de jongens hulp aangeboden. En dat is toch wel een fijne eerste indruk van Finland. Team Girls probeert nog steeds zoveel mogelijk lijntjes uit te zetten voor een vliegticket. Vooralsnog met weinig succes. Je hebt de tickets? Nee, ik heb een e-mailadres. Ik kan een mail sturen. Maar we hebben echt het slechtste moment ooit uitgekozen. Dit is de enige dag dat niemand bereikbaar is. Do you want to be the hero of the day? And get you a ticket to Rome? And get you as a ticket to Rome. So all I can do is here. Oh my god. 200. Thank you so much. Dearums, don't worry. No. Oh, thank you so much. Good luck. Kijk, we kunnen hier wel de hele nacht blijven. We zijn hier al uren. Het is midden in de nacht. En ik wil gewoon nog een optie hebben op eindsprint. Dan is Martin of Koen onze enige hoop. Dus ik heb heel lief gevraagd of we nog een nachtje mogen blijven slapen. Dat mag. En dan hebben we hoop dat we morgen nog naar iets kunnen. Verder weg kunnen. Dit is echt. Ik heb nog nooit zoveel geprobeerd voor iets. Je kan in ieder geval niet zeggen dat we het niet hebben geprobeerd. Nee. We zitten nu in een taxi. We hebben 200 dirham gehad. En we gaan nu terug naar Martin, omdat hij onze enige link is met hier. En met hoop om nog verder te komen. Ja. Want we hebben echt elke rijke man, vrouw, airline. Incheck Bali. Ja, het is diep in de nacht, het is nu 3 uur 's nachts trouwens. We zijn vanmiddag om 2 uur 's middags begonnen. We zijn meer dan 13 uur aan de hossel. Met hangende koppies keren de dames terug naar de woning van Martin. Waar ze de afgelopen 2 dagen dus maar niet weg weten te komen. Nou jongens, we zijn de taxi uit. Onderweg naar het huis van Martin. Voor een heel kort slaapje. En dan proberen zo snel mogelijk, zo ver mogelijk. Toch? Zeker. Hebben we er vertrouwen in? Ja. Hallo! Back again! Come back in. Do you want tea, coffee? Or... No, cool. We're just gonna go to bed. We are done begging. And you don't hear us. And then before you know it, we're gone. Deze dag heeft dus helemaal niets opgeleverd voor de dames. Hopelijk hebben ze morgen, tijdens de allerlaatste uren van Roadtrippers 2016, iets meer geluk. In een andere tijdzone en een flink stuk noordelijker is het nog licht. Hier komt Team Stuk aan bij hun slaapplek voor de komende nacht. Hey, dit zijn mooie huisjes hier. Nou, dit is echt top. Nou, we zijn er. Hier gaan we vanavond overnachten. Oh, shit, het is gewoon leeg. Eerst betaalt ze je busticket en nu heb je een eigen appartement. Zo, gewoon een compleet appartement voor jullie alleen. Lekkere laatste nacht zo, gasten. En gaan we nog iets leuks doen? Hey, we gaan een drankje drinken met Hanna, die we hebben ontmoet van de bus. Top. Ja. Top. Inderdaad, Hanna zat in de bus naar Helsinki en zij neemt de jongens nu mee naar het centrum om een drankje te doen. En ze wil de jongens ook nog wel helpen om extra kilometers te maken. Goed, we moeten natuurlijk kilometers maken morgen, want morgen is de eindstrijd. En we zijn aan het kijken of we eventueel een watervliegtuigje kunnen regelen om nog als laatste zo ver mogelijk naar links te vliegen. En zij kan natuurlijk Fins, dus dat is makkelijk. Terwijl de laatste uren ingaan, blikt Giel vast terug op het avontuur dat de boys hebben beleefd. Het zit er gewoon bijna op.
En ik moet zeggen, dit derde seizoen van Roadtrippers was gewoon weer compleet anders. En morgen is de grote finale. En Gwen, Tess en Shelly, ze zijn onvoorspelbaar. Dus ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Wij worden in ieder geval morgen wakker en wij gaan strijden voor de allerlaatste kilometers. Want dan is de grote finale van Roadtrippers seizoen nummer 3. En ik ben trots. We gaan ons best doen. Welterusten. En dan breekt de laatste dag van Roadtrippers 2016 aan. Beide teams gaan vandaag alles op alles zetten om nog zoveel mogelijk kilometers hemelsbreed van het startpunt in Hongkong vandaan te komen. Team Stuk hoopt dat ze met een watervliegtuig nog zo ver mogelijk naar het westen kunnen vliegen. Terwijl de dames op een klein wonder hopen om Dubai uit te komen. Beide teams mogen nog maximaal 6 uur vliegen, dus het spel is nog niet gespeeld. Goedemorgen. Als de jongens wakker worden, krijgen ze goed nieuws van een van de piloten die Hanna gisteren heeft gebeld. Ze kunnen gaan vliegen. Nee, ja. Jongens, dit is de grote dag, man. De laatste dag. We gaan de laatste kilometers maken. En hoe? Maakt mij niet uit hoe we gaan. Als we bijvoorbeeld nou op een boot of een kameel of een auto, ik wil gewoon meters maken. Ik ook. De dames besluiten Dubai sowieso te verlaten. En spenderen hun laatste budget aan een taxirit naar het westen, naar Abu Dhabi. Deze man, Tess, heeft geen idee waar hij aan begint. En ik even een ritje met 3 chicks. Dit worden de laatste loodjes, jongens. In fucking stijl in Dubai. Toch nog een soort van wat luxe die ons wil helpen. Gisteravond hebben wij ons best gedaan samen met Hanna om een vliegtuig te regelen. En hij heeft mij zojuist teruggebeld dat wij inderdaad met een watervliegtuigje kilometers kunnen gaan maken. Oké, okay, so why you have selected Abu Dhabi only? Because it's as far as possible. From Hong Kong. Yeah. It should be that way. Okay, west. Okay. So if you want to drive us for free even further, you'll make us the winner, hopefully. Wow, but no problem. Yes, okay. Because we don't have money. Okay. Will you do the rest? No problem. Ook Team Stuk stapt in een taxi, op weg naar het beloofde watervliegtuigje. Kom op, jongens, we hebben niet heel alle tijd. Kom op. Oké, dit wordt heel spannend. We zijn op de plek van bestemming, maar er is geen vliegtuig. Nee. Er is niemand. Er is helemaal niemand. Ik hoop echt dat het vliegtuig komt, gast. Anders hebben we echt een probleem. Holy shit. Kijk waar we zijn. Ja, ik weet, maar ik kan me niet voorstellen dat hier een vliegtuig gaat landen, man. Het is best wel klein hier, toch? Oké, besefmomentje. Het laatste uur van Roadtrippers is ingegaan. En wij zijn nog steeds aan het wachten op een vliegtuig. Ik ben echt wel nu een beetje ongeduldig, hoor. Come on. Ja, vliegtuig is echt! Daar is hij, hoor. Ja! Ja! Ja, hij landt! Ja, holy shit! Hij landt! Haha! Ons vliegtuig is weg! Jongens, onze ijsstrijd kan beginnen! Yes! Wie had gedacht dat wij de finale zo gaan afsluiten? Dit is wel uniek, hoor. Dit is niet normaal, man. Nice to meet you. I'm Thomas. So, you're gonna help us? Hopefully. To win. To win this race. Guys, laten we instappen. Ja, we hebben echt nog maar 3 minuten. Hoppakee. Daar gaan we, jongen. Die laatste kilometers. Deze kilometers gaan het doen, ik weet het zeker. Ja, dit worden sowieso de meest... En dit wordt heel vet. Dit worden sowieso de meest epische kilometers van Roadtrippers. Ja, man. Ja, hè. Oké, daar gaan we. Daar gaan we dan, jongens. Wauw, dit is niet normaal, man. Dit is ongelooflijk. Girls is ondertussen aangekomen in het 140 kilometer verderop gelegen Abu Dhabi. Ze willen hun reis graag in stijl eindigen, aan een parelwit strand. Hiervoor moeten ze wel even illegaal een luxe hotel binnenglippen. We staan bij echt het allerdikste hotel dat ik ooit in mijn leven heb gezien.
Maar we moeten niet doen dat we hier echt gaan filmen. We moeten onze tassen gewoon bluffen dat we hier gaan slapen. En dan naar het einde toe op de luxe plek die ik ooit heb gezien. De dames bluffen zich langs de receptie om zo bij het privéstrand van een van de duurste hotels van Abu Dhabi te komen. En dat is niet voor niets. Oh mijn god, jongens, kijk nou. Dit is de plek gewoon, waar? Oh, dan gaan we landen op het water! Wow, wat vet! Wow. Oké, laten we elkaar heel even een knuffel geven. Oh my god, dat is zo zenuwachtig! Onze eindbestemming, jongens! Wauw! Ik kan alleen maar zeggen, wauw! Beide teams hebben een prachtige locatie om een avontuur te beëindigen. We gaan het afsluiten, jongens. Hier stopt Roadtrippers seizoen nummer 3. Wij gaan de jongens bellen. Is dat een goed idee? Ja, let's do it. Na 2 weken strijden is dit de ontknoping van Roadtrippers 2016. Roadtrippers 2016 is begonnen! Gebeld door de dames. Oh, dit telefoontje. Oh mijn god. Komt-ie. Hallo. 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 Hey, hoe is het met jullie? Hoe is het met jullie? Hoe is jullie avontuur? Ja, het was echt fantastisch. Heel insane. Sick. En jullie? Ja, het was fantastisch. We hebben zoveel mooie plekken gezien. We zijn super moe. Maar het was echt, echt fantastisch. Echt heel mooi. Maar wat zien jullie? Oké, wij zien voor ons een parelwit strand. Een parelwit strand. Oh. En jullie? Ja, wij zien ook een strand, zon en een klein vliegtuigje. Oh nee! Dames, ik denk dat het tijd wordt om roadtrippers te gaan afsluiten. Oké, wie gaat er eerst? Nou ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoeveel kilometers jullie hebben afgelegd en waar zijn jullie? Wij hebben afgelegd 6044 kilometer, dat we zijn in Abu Dhabi! Oké, dames. Wij hebben afgelegd 7944 kilometer. Yeah! Wij zitten in Finland hier! Yeah! Finland! Hoe kan het? Wat doe je in Finland? Team Stuk is de winnaar van Roadtrippers 2016. Met 7944 kilometer eindigen Giel, Thomas en Stefan nu op een onbewoond eiland vlakbij het Finse plaatsje Turku. Team Girls is een geduchte tegenstander geweest. Ook zij hebben een enorme afstand afgelegd en bevinden zich op 6044 kilometer van het startpunt. Op een privéstrand van het Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi. Ja! Ik denk serieus dat ik hier blijf. Het is zo intens mooi hier. Maak nu je eigen Roadtrippers paspoort aan en speel mee. Verzamel zoveel mogelijk kilometers en maak kans op Mentos prijspakketten. Met onder andere Sony Action Cams en als hoofdprijs een 4K televisie.
Roadtrippers 2016 werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Gum. Who says no to Mentos? Heb jij nou de vorige seizoenen van Roadtrippers gemist of wil je ze gewoon nog een keer zien? We hebben ze alvast voor je klaargezet. Veel plezier!